Nou, mijn broer goed. Ik ben Erwin Kuni. Ik werk anderhalf jaar bij Rob Welding in functie van coördinator engineering. Ik ben mede verantwoordelijk voor de planning binnen engineering. Dat houdt in dat ik alle projecten binnen engineering monitor en ook inderdaad bijschakel. Die veelzijdigheid zorgt ervoor dat ik veel variatie in mijn werk heb en het dus interessant en leuk houdt. Ik vind de sfeer bij Rob Welding altijd open en gemoedelijk. Ik merk gewoon dat we allemaal heel erg enthousiast en gemotiveerd zijn om goede machines te leveren waar de klant blij van wordt. En vooral geintjes maken, dat vind ik ook altijd erg belangrijk. Nou, ik ben Jan Willem, ik ben commercieel engineer. Als commercieel engineer ben ik dan met de klant bezig om te kijken van, joh, wat is de beste oplossing voor jouw product. Welke logistiek past er in jouw bedrijf? En op die manier proberen we dan robots in te zetten om de wereld beter te maken. Het leukste aan mijn werk vind ik dat ik een klant echt verder kan helpen bij een probleem of uitdaging die ze hebben. Als zij bijvoorbeeld op een gegeven moment vastlopen in de logistiek en de robot kan een oplossing bieden, dan is mijn dag echt geslaagd. Ik ben Mario Hackert. Ik werk inmiddels 8 jaar bij dit mooie bedrijf. Ik ben productieleider en projectleider. De uitdaging vind ik heel erg leuk. Het is leuk om samen met collega's te werken aan ingewikkelde projecten en samen tot goede oplossingen te komen waar klanten blij van worden. De sfeer bij Rob Welding is gezellig en informeel. Elke week eten we samen friet, wat de onderlinge band tussen de collega's versterkt. Ik ben Joel, ik ben 23. Ik ben nu 2 jaar hier aan de gang. En wat ik hier doe is training, demo's geven. Dus de ene dag ben je bezig met bij een klant staan en daar een demo geven. De volgende dag ben je bezig intern met een kar opbouwen. Ik zou het zeker aanraden om hier gewoon aan de gang te gaan. En het is vooral omdat je redelijk snel zelfstandig aan de gang gelaten. En dat zorgt ervoor dat je het meeste leert. Dus alles wat ik weet en wat ik ken, dat heb ik ook vooral in de praktijk opgepikt.